Het hebben van schoon drinkwater is een recht voor elke burger. De overheid doet er dan ook alles aan om hieraan invulling te geven. Ook in het binnenland is er een luide roep naar gezond drinkwater. Minister Giulio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen verzekert in de Nationale Assemblée dat het binnenland prioriteit geniet van de regering. De knelpunten worden ongetwijfeld aangepakt. Wat we direct meenemen in het geheel, mevrouw de voorzitter, is water. We zijn bezig om te kijken naar de samenwerking dienst watervoorziening met dienst elektrificatie, waarbij we ervoor zorgen dat de afdeling binnenland eigenlijk dezelfde behandeling krijgt als de stad. En dat is door als al dan niet oppervlaktereinigingssystemen te zetten, oppervlaktewaterreinigingssystemen te zetten of grondwaterreinigingssystemen met 3 stages, waarbij we membraanfilters gaan gebruiken, waarbij we de filtratie door middel van een setteling en ook nog ozon en ook nog chloorinjecties kunnen krijgen om ervoor te zorgen dat we goed en betrouwbaar drinkwater hebben. We kennen het probleem ook van koffiekamp, zoals is aangehaald. Ik ben ook zelf met de mensen bezig geweest. We hebben de mensen van SWM zijn een aantal keren daar naartoe uitgerukt. We hebben ook water voorzien. We hebben direct contact met de mensen. Het probleem van een koffiekamp, mevrouw de voorzitter, dat op gezette tijden, en eigenlijk is het een probleem van Brokopondo, ik had het al een keer aangehaald, waarbij de watertafels eigenlijk wijzigen. Het water trekt naar beneden, het trekt weg of het komt aan, waardoor de pompen vaak droog liggen. Bij Nieuw Koffiekamp hebben we de situatie gehad dat de pomp was droog komen te liggen en dat de pomp is gevallen ongeveer 100 tot 150 meter in die put. Dus dat moeten ze opvissen. Er waren wat technische bijzonderheden daar. En ik zal weer met directeur Oosterling van SWM, die ons ondersteunt daarin, zal ik dan vragen wat de bijzonderheden zijn, zodat hij me daar ook in dingen. Ik weet niet waar het idee vandaan is gekomen, mevrouw de voorzitter, dat wij geen oog en oor hebben voor het binnenland. Omdat het binnenland high priority heeft bij ons. Er zijn genoeg gevallen waarbij we direct een opheldering hebben gebracht, opklaring hebben gebracht voor bepaalde gebieden. En dat moet gewoon eerlijk worden toegegeven. Daar is geen reden voor ons om over te dokken, et cetera, et cetera. En natuurlijk in de begrotingbehandeling, daar kom ik verder op. Ja, ga ik verder in op de bijzonderheden.